is een overlevingspak. Moest de helikopter zinken, dat je in het water niet zinkt en ook dat je geen kou hebt. Vorig jaar zijn er toch 2 gecontroleerd in het water geland. Je voelt je toch veiliger als je dat aan hebt. Maandagmorgen voor de 29-jarige Helena. Geen file rijden, maar een helikoptervlucht van een uur over Noorse wateren. Onderweg het ene olieboorplatform na het andere. Noorwegen telt er 100. 200 kilometer verder bereikt de helikopter het platform Gullfaks A. Een stalen gevaarte dat al naar olie boort sinds 86. Hier is plaats voor 500 werknemers. Yeah, when the area is clear, you can move the container. Een van die werknemers is Helena. Na haar studies ingenieur werd ze geheadhunt door Statoil. Want buitenlandse ingenieurs zijn gegeerd. Helena tekent meteen voor een job vol actie en avontuur. Het is wat ze noemen een high-stress environment. Het heeft heel erg een gevoel van dat je zeg maar op de frontlinie bent. Je bent daar waar de actie is. Just drop it in the blue container and then we can pick up the next pieces. Toen ik 6 jaar was, toen wou ik astronaut zijn. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik van dit of een spaceship. Het is nog redelijk gelijkaardig. 20 jaar later is Helena interventie-ingenieur. Zodra het olieboren misloopt en stil ligt, moet zij oplossingen bedenken. Zo raakt een bron vaak verstopt. Een probleem dat ze intussen in vloeiend Noors aanpakt. We zijn hier een borstel voor een bron aan het maken. Want we hebben een klep in de bron die vastzit omwille van debris. Dus deze borstel beweegt op en af en daarmee hopen we dat we de klep kunnen kuisen. Het is een veiligheidsklep, dus als hij niet werkt, dan kunnen we geen olie uit de bron produceren. Als alles goed loopt, produceert dit olieveld op 3 dagen tijd genoeg olie om 1 miljoen auto's vol te tanken. Just wait a little bit until everything is clear and confirmed before you pick up the container. Dit gigantische platform houdt dag en nacht 250 mensen op de been. Want olieboren is een complex proces. Hier achter mij zie je de boortoren en dat is waar het allemaal begint. Die grote stangen die je hier dichtst bij mij ziet, die steken ze de grond in. En daarmee maken ze dus echt een gat wat dat kilometers diep gaat. Tot je aan de olie en het gas komt. Die komen vanzelf naar boven omwille van de druk. En dan wordt de olie van het gas gesplitst en dat wordt hier tijdelijk opgeslagen. En het deel van het gas wat te veel is, dat wordt verbrand aan de fakkel. Statoil runt meer dan de helft van de Noorse olieindustrie, met ongeveer 40 boorplatformen. Noorwegen levert gas en olie aan Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De pijplijn Zeepipe exporteert jaarlijks 4000 miljard liter gas naar ons land, zolang de voorraad strekt. Hier zit dit veld Gullfaks, is een beetje aan het einde van zijn leven. Dus nu halen we de laatste beetjes eruit. Maar ik denk dat we hier op dit veld toch nog 30, 40 jaar verder kunnen. En ondertussen zijn er al nieuwe velden ontdekt die dan weer goed zijn voor de komende 100 en zo jaar. Oliegiganten blijven dus strijden om elke druppel olie. Maar ook om personeel vechten ze. Daarbij zijn vrouwen als Helena gegeerd, want ze blijven een zeldzaamheid. Op Gullfaks A is amper 1 op de 5 vrouw. He's the boss. We do the work. Very nice working with girls. They soften up our whole operation. I will just talk to you on the walkie-talkie, because you can tell me the status of the equipment. Always safety first. Yeah. That looks good. It's okay? Yeah. Can you see what the status is up there? Everything looks good. It's nice to hear a beautiful girl's voice in the radio. It's always men talking and drilling. Not the whole platform is a man's world, but here in drilling, it's only men because it's tough work, dirty work. So, yeah, it's a man's world. Yeah. Excellent, then we can come safely down. Hello. Hello.
We're going to be filming today in the area that I'm performing a job. We have the permit to work, so I was wondering if you could activate it. Yes, I do. It's okay. Thank you. Veiligheid is topprioriteit op een boorplatform. En niet alleen wij moeten voortdurend toestemming vragen. Can we enter the BOP deck from the north side? Thank you. Ook Helena moet bijna voor elke stap die ze zet 2 keer toelating vragen. Het ergste dat er kan gebeuren is dat het hele platform ontploft en dat de olie overal naartoe gaat. En zoals iedereen wel weet, gebeuren die dingen af en toe. Maar hier op dit platform is dat nog nooit voorgekomen. In 1977 liep het anders wel fout bij boorplatform Ekofisk Bravo. Dat ontplofte in Noorse wateren. 2 jaar geleden kostte ramp op Deepwater Horizon aan 11 mensen het leven in de Golf van Mexico. 3 maanden lang lekt 7 miljoen liter olie in zee. Het doet ook Helena stilstaan bij haar job. Het is niet zo dat ik elke dag panikeer van help, wat als? Zo denk ik niet. Maar je denkt wel heel de tijd van alles moet zo veilig mogelijk zijn, er mag geen enkele fout gebeuren. Af en toe kan Helena haar hoofd ook uitzetten. Hier op het laagste niveau van het platform, dicht bij de golven, komt ze tot rust. Ik vind het heel bijzonder. Je staat hier zo op een plaats waar de meest hoogtechnologische dingen bezig zijn en tegelijkertijd ben je zo dicht bij gewoon de pure natuur. Ja, dat vind ik... Ik word daar eigenlijk heel blij van. Ik krijg zo'n heel rustig, blij gevoel. Denk je dan ook soms niet van, ik maak de natuur kapot? Het is een controversiële industrie, dat is zeker waar. Maar ik denk, wij staan te weinig stil bij hoeveel dingen we elke dag gebruiken die een gevolg zijn hiervan. Ik bedoel, een plastieke beker, verwarming. Dus het is niet zo dat ik daar meer deel aan neem dan iemand anders. Of tenminste, zo zie ik het zelf. Om personeel als Helena aan boord te houden, zetten bedrijven als Statoil in op een goede sfeer. Belangrijkste detail, een uitstekende keuken met 3-gangen menu's. Als je 13 uur werkt en zo heel veel uren blijven er ook niet meer over. Het is eigenlijk wel een hoogtepunt van de dag eigenlijk. Dus je kunt inderdaad, als je hier om je heen kijkt, kunt je gemakkelijk vergeten dat je op zee zit. En als Helena na een shift van 12 uur nog energie heeft, dan sport ze gewoon in de gym. Je zit hier natuurlijk vast. Je kunt niet zomaar gaan rondwandelen, want een platform is een platform. Dus het is ook mentaal belangrijk, denk ik, dat je aan je energie vanaf geraakt, zodat je niet je te gevangen gaat voelen of gefrustreerd door de begrenzing van een platform. Kom op! Stay there. Right. Zo leeft Helena telkens 14 dagen volgens het strenge offshore-regime. Daarna is ze 4 weken thuis. Na 12 uur werken, eten en sporten rest haar alleen nog een verdiende nachtrust. Dit is voor de olie offshore-industrie echt een mega luxe, want je hebt je eigen kamer, terwijl je in de meeste delen van de wereld met minstens 2 of met 4 of zelfs 6 op een kamer slaapt. Het heeft misschien wel iets weg van een leger bestaan of een monniken bestaan. Alles is op vaste uren, alles is heel gereguleerd, er is geen alcohol. Maar ik merk dat eigenlijk wel rust geeft ook. Ik vind dat ik echt heel veel chance heb met de job die ik kan doen. Morgen weer om 17:45 eruit en weer een dag. Dag wel.